Eyo, dit is Matty met een intro vanaf de webcam. Vandaar de shitkwaliteit. Ik wilde eventjes een disclaimertje doen. Deze video heb ik echt puur en alleen voor mezelf en voor mijn vrienden gemaakt. Het gaat eigenlijk helemaal nergens over. Feel free to click out. En als je mij heel graag dronken wil zien en je wil graag dat ik mezelf verschitst op het internet, geniet dan vooral van deze video. Ik ben ready voor Koningsnacht. Ja, ready is een groot woord. Dit is de outfit. Ik heb gewoon een oranje sweater aan. En dan body warmer en sjaal. Dat is vast wel warm genoeg. We hebben zo afgesproken bij... Ik weet even niet meer waar. Achter de Nassaukade, maar ik weet ze niet meer bij wie. Bij Do, maar ik weet even niet of Do nou een vriendin is van iemand. Of een zus van iemand of zo. Emmer komt zo even een blouse van mij lenen. Deze. Amazing, ja, die zou ik zelf ook wel aan willen doen. Maar ik heb al een outfit en voor mij is dat een beetje te koud. Ik voel me echt nu al gewoon niet ready voor deze dag. En het is pas 7:50. Anyhow, ik ga like ongeveer nu de deur uit. Ik heb om 8:30 afgesproken bij de Berlagebrug met Gwendolyn. En dan fietsen we het laatste stuk samen. Ik moet nog even naar de Appie, even een fles wijn halen. Het plan is gewoon om een beetje lomp in de stad rond te hangen vannacht. Nou ja, vannacht. Ik denk tot een uurtje of 1 of zo. Want ik wil niet super brak zijn voor morgen. Want morgen is natuurlijk Koningsdag en dat wordt ook leuk. Dus ik wil niet nu al helemaal naar de Gretfer. Lekker in de laatste zon. Oh, I'm fucking vibing. Doet hij nou naar mij? De bel moet op zijn mooiste, hè? Ja. Kijk, dit fietspad is eindelijk af. Zeker wel 3 maanden of zo heeft het dus helemaal dicht gezeten. En moest je steeds via hier fietsen. Ik wou echt zeggen een mandje, maar we hoeven letterlijk 1 wijnfles. Hier, die is hier onder altijd. Oh, is hier glas? Sommige mensen zijn glas, maar dan zijn ze wat hoger. Deze is wel plastic. Oh my god! Ja, maar deze ook. Oh nee. Je kan elkaar hier ook onmogelijk inhalen gewoon. En wat ik ook niet snap is dat ze altijd overal like, de straten en zo aan het opnieuw betegelen zijn. Maar dit fietspad is gewoon een soort pinbalmachine. Ik voel me gewoon een balletje pinbalmachine. Dit is gewoon altijd shit, ja. Lekker met de vinootjes. Je hebt het echt ook zo vast. Alsof je echt zo'n 10 flessen in je arm hebt. Hey. Oh, vlog. Ja, te laat. Je bent. Oh. Nee. Ja, aanvraag. Kwam daar, maar hij komt uit het toilet. Dat zit er echt net achter. Surprise, surprise. Surprise, motherfucker. Ik zoek een as. Heb je een as even? I pull out the gun. Ram, pam, pam, pam. Ram, pam, pam, pam. Ram, pam, pam, pam. Hey. Nee, ik zeg het niet eens stoppen. Hé,
Okay. Cheers, bitches. Even een beetje tempo maken, ja. Dolph Taylor, kus, kijk! Heb je een glas? Fanta! Ben jij Fanta? Ginger ale is lekker ook. Nog een beetje? Zo dicht bij één tasje! Ginger ale is ook oprecht lekker, hè? Ja! Voor de vlog! We proberen hier doorheen te komen, maar... Nee, maar aan de achterkant is het waarschijnlijk rustiger. Nee, hoop ik. Kijk al die mensen. Voor het toilet, maar ja, ik moest echt ziek nodig kakken. Hey, thanks. Wat zeg je? Oh mijn god, ja, ik dacht al van, oh nee, is dat jou nu niet aan het rapen? Zo. Scootoo, nog meer scootoo. Oh, dat is goed. Nee, want ik moet heel nodig plassen. Oké. Okay. We hebben een fles. En we hebben ook... Hey, Olivier! Een sjaal die Gwendoline van papa moest meenemen. Ik hoop nu niet dat echt zo nu iedereen heeft gezien. Oh, shit. Twee uur. Update, we zijn nu op Nieuwmarkt. Gwen gaat... We gaan mensen proberen te zoeken. We're going in. Oh, shit, toch niet. Er wordt net aangebeld. Ik ga open doen. Ik heb geen idee voor wie. Oh, wacht. Het slot zit erop. Ik kom eraan. Hey bro, ik krijg die deur niet open, ouwe. Hallo, darling. Maar Nieuwmarkt is bellen. Later. Oh, nee. Hi, met van het volk van Nederland. Ik weet dat het allemaal leuk is, want we nu de koning vieren en zo. Maar die monarchie moet gewoon echt even afgelopen zijn. Absoluut. En kijk, plastic soep. Absolute monarchie moet dood. Niet dood, want ik ben niet waar ik nou niet aan vragen. Je hoort die soep, want ik moet even de soep voor. Oh, jij het vast. Ik ga door de soep heen lopen. Go vegan, or fuck yourself. Go vegan, or go home. Alright, I was going to say something carefully, but yours was better. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness.
Hopelijk kan ik doorfietsen over de trambaan. There we go. En nu komt de hamvraag. Kan ik nog steeds zonder handen fietsen en de deurtje openen? Zodra ik merk dat dat stuur ergens heen gaat waar ik niet heen wil gaan,